Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Hoefwijzer. Jullie hebben mij ontzettend vaak gevraagd hoe het nu met Noora gaat. Dus het leek me slim om een nieuwe update video te maken over mijn pony Noora. Ook omdat de andere update video, dus de eerste, alweer 4 maanden oud is. Dus vandaag ga ik jullie vertellen hoe het met Noora gaat. Maar voordat ik daarmee begin, hoe het dus nu met Noora gaat, ga ik jullie eerst vertellen hoe het daarvoor al was met haar. En hoe het is gekomen dat ik nu er een update video eigenlijk over moet maken. Nou, allereerst, Noora is mijn eigen pony. Ze is 14 jaar, een merrie en een NRPS. En in maart 2013 kreeg ik haar. Alleen was het zo dat ze in 2014, in december, opeens kreupel werd tijdens het springen. Heel lang wisten we niet wat het was. We hebben heel vaak de dierenarts langs laten komen. We hebben zelfs een osteopaat langs laten komen. En we hebben ook haar naar 2 klinieken gebracht waar ze een tijdje moest blijven staan. Eigenlijk was het gewoon dat we heel lang niet wisten wat ze had. Totdat we bij de 2e kliniek kwamen, wisten we eindelijk wat het was. En moet je nagaan, dit was 3 kwart jaar nadat ze kreupel werd. Dus we wisten 3 kwart jaar niet wat ze had. En we zeiden altijd van, voordat we haar wegdoen of iets doen, willen we eerst weten wat ze heeft. Eindelijk, bij de 2e kliniek, wisten we wat ze had. Want we hadden een hele dure behandeling gedaan. Bij die dure behandeling werd er een soort van chemisch en radio... Ja, het was radioactief spul in haar gespoten. En konden ze met speciale foto's die ze van haar maakten zien waar dus bijvoorbeeld al die energie en bloed naartoe stroomde naar de pijn, zeg maar. Waar de pijn zat. Dat zag je dus op die foto's. Het is echt heel lastig om uit te leggen, want het was ook heel ingewikkeld allemaal. En door die foto's wisten we eindelijk wat ze had. En dat is ook heel ingewikkeld, hoe dat in elkaar zat. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Dus ik ga het even proberen, want volgens mij is het zo dat in haar spronggewricht, dat zit bij haar hak eigenlijk, in de achterbenen, rechtsachter, was een stukje bot opgelost. Ja, ik weet niet of ik het zo echt kan noemen, maar echt maar een heel klein stukje in ieder geval. Dus door dat kleine stukje liep ze kreupel en had ze dus ook pijn. In ieder geval wisten we toen wat ze had. Daarna lieten we haar behandelen door een infuus met een medicijn erin en dat kreeg ze dus in haar bloed. En eigenlijk was de afspraak dat ze in die 4 weken daarna eigenlijk weer goed zou moeten lopen. Dat gebeurde helaas niet. Daarna ging ze zelfs heel erg kreupel lopen. Ze kon gewoon niet meer op haar achterbeen staan. Ze zakte er gewoon steeds doorheen als ze een stap moest doen. Daarna herstelde ze weer, maar al gauw kwam een 2e keer dat ze zo veel pijn had. Dat ze nog een keer zo erg door dat been zakte. En ja, bij de eerste keer zeiden mijn moeder en ik al tegen elkaar van, ja, een paard die zoveel pijn heeft en niet kan lopen, die heeft gewoon geen fijn leven. Dus ja, helaas moesten we Noora dan inslapen. Dat was dus het plan eigenlijk. Want ja, het is voor zo'n paard helemaal niet fijn om zo nog 15 jaar te leven met zoveel pijn en niet te kunnen lopen. Dat kan gewoon niet. Al gauw werd ze weer beter en kon ze wel weer op dat been staan en lopen. En toen was het dus dat we haar 24/7 in de wei wilden zetten. Want dan had ze toch nog een lekker leven met de vriendjes en ja, veel frisse lucht. Dus kon lekker bewegen als ze dat wilde. En ook een beetje gras en dat soort dingen. Dus toen stond Noora sinds oktober 2015 24/7 in de wei. En nu trouwens nog steeds. Maar nog even verder, want het was toen zo dat ik Hoefwijzer wilde gaan oprichten. Want dat was in december dat ik echt mijn dingen ging opnemen alvast. En op die dag dat ik op ging nemen in december 2015, toen waren we ook even naar de wei toe, naar Noora, om ook een paar foto's van haar te maken en mij. En toen was het zo dat, ja, Noora die achtervolgde mij steeds. En toen ging ik voor de lol even een stukje rennen. En toen viel het op bij mij en de cameraman dat Noora eigenlijk helemaal niet meer kreupel liep. Ja, of niet heel erg in ieder geval. Ik weet niet meer precies, maar ze had nog nooit zo goed gelopen in een jaar. Dus wij dachten echt van wow. Daarna heb ik weer een beetje met haar dingetjes gedaan. Eigenlijk geen zware dingen. Nog niet gereden of zo, maar gewoon misschien een keertje een blokje om met haar lopen bijvoorbeeld. Maar al gauw ging ik een update video over haar maken. Dat was volgens mij in februari. En wilde ik eigenlijk gewoon met jullie kijken of ze nou echt nog kreupel was of niet. Dus ik had toen een update video gemaakt. Als jullie die nog niet hebben gekeken, ja, ik raad het je aan om die na deze video of nu even te kijken. En eigenlijk kwam het in die
die video op neer dat Noora niet meer kreupel liep, maar nog wel een beetje stijf. Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke logisch als zo'n pony sinds december 2015, dus al een jaar en een maand, kreupel is geweest en niet heeft gereden en dan opeens even moet draven aan de longeerlijn, hè. Natuurlijk is zo'n pony dan stijf. En in die update video zei ik toen uiteindelijk dat ik in de lente en zomer weer wat met haar zou gaan doen. En dat is nou gebeurd. Ik ben weer begonnen met wandelen, best wel veel. Ik ben ook in de bak gaan wandelen en daarbij kwam grondwerk een beetje aan bod. Want ik wilde af en toe dat ze ging meedraven, gewoon een heel klein stukje. En dat is ook weer een beetje ontpopt tot grondwerk. We zijn meer vrijheidsdressuur gaan doen. En ik heb ook alweer een paar keer op haar gereden en kleine buitenritjes gemaakt. En daar hebben jullie denk ik ook al twee video's van gezien. Het is natuurlijk een beetje gek om zo'n buitenrit te zien. Want zo'n video duurt ongeveer 3 tot 5 minuten. Maar in totaal ben ik ook nog echt niet meer dan 20 minuten weg geweest. Want ik heb alles gewoon ja, heel rustig gehouden. Heel veel stap. Hele kleine stukjes eraf. En gewoon dat het niet te veel werd voor haar. Want ik was heel erg bang dat ze een terugval zou krijgen. En ik heb ook meer gelongeerd. Een tijdje terug had ik mijn examens en daarvoor was ik al best wel veel bezig. Alleen met mijn examens kreeg ik het heel druk. Maar alsnog heb ik het bij 3 keer kunnen houden. Minimaal, ja. Yeah. Zoiets in ieder geval. Nu ik vakantie heb, al een week lang, ben ik echt begonnen om echt ja, Noora losser te krijgen. En echt een betere conditie op te bouwen. Ja, ik heb nu alle tijd van de wereld. En ik kan ja, nu elke dag naar haar toe. Maar alsnog doe ik niet elke dag wat met haar. Als ik zo bedenk, doe ik ongeveer 5 keer per week. Niet meer in ieder geval. Wel wat met haar. Bijvoorbeeld wandelen, longeren, grondwerk, vrijstressuur. Of even rijden. Ik probeer het in ieder geval heel erg gevarieerd te houden. Gisteren heb ik bijvoorbeeld 40 minuten gewandeld. Ja, goed hè. Dat was de langste wandeling tot nu toe voor ons tweetjes. En daarvoor heb ik ook steeds 20 minuten met haar gereden, alleen in stap. Of dan deed ik 20 minuutjes en dan een beetje draf. En de andere keer deed ik ook een galopje erbij. En laatst heb ik ook, omdat mijn osteopaat, toen we nog niet wisten wat ze had, had mijn osteopaat ook gezegd, nou, om je paard goed los te krijgen, kan je ook gaan longeren met balkjes. Dat heb ik deze week ook gedaan en dat vond Noora heel leuk en daardoor werd ze ook een beetje los. Ja, ik probeer gewoon weer van alles te doen. Ik heb ook de laatste tijd een beetje gefilmd, het kan hier ondertussen ook in beeld komen. Want dan weten jullie ook hoe ze nu loopt, want ik vind dat zij nu niet meer kreupel loopt. Alleen een beetje stijf. Maar ja, zoals ik net al zei, die stijfheid is natuurlijk best wel logisch. Omdat ze gewoon al een hele tijd eigenlijk niet aan de bak heeft hoeven te gaan. En dat ze dan nu wel weer een beetje moet. En dat ze daar gewoon weer even in moet komen. Ik moet ook wel zeggen, ik zit er ook over na te denken om een masseur, osteopaat of fysiotherapeut langs te laten komen voor Noora. Dat ze even die spieren en alles een beetje weer wordt gecontroleerd en weer los wordt gemaakt. En te kijken of het daar ook echt aan ligt. Maar dat moet ik nog even zien. Ik moet ook wel echt zeggen, ik kreeg deze week zelfs een opmerking van de eigenaresse van de manege. Toen ik Noora aan het logeren was van, wow, ze heeft echt in tijden nog niet zo goed gelopen, echt. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar jullie hebben ook echt heel veel dezelfde vragen gesteld. En die zal ik dus ook even nu beantwoorden. Een van de meest gestelde vragen was, blijft Noora 24/7 buiten? Voorlopig wel. Ik merk dat Noora echt zo erg is veranderd sinds ze heel veel op de wei staat. Ze heeft veel minder stress. Ik had laatst dat ik langs een soort van grote tractor moest lopen die aanstond. Er zat niemand in, maar dan moesten we heel langs, dicht langs. En normaal zou Noora echt gaan dribbelen, want ja, ze is half Arabier, zit heel veel bloed in en ze was gewoon altijd een beetje gestrest. Toen wij er langs moesten lopen vorige week, toen was ze wel een beetje van oeh, oh jee, ik moet een beetje oppassen. Maar eigenlijk liep ze heel rustig in stap gewoon mee. Wat ze ja, daarvoor, 2 jaar geleden, echt niet had gedaan. Dan was ze echt opzij gesprongen of gaan dribbelen. En ik merk ook wel dat ze gewoon qua gedrag veel minder chagrijnig is sinds ze buiten staat. En ook liever is naar andere paarden. Ja, ik merk gewoon dat ze gewoon lekker paard kan zijn en het gewoon veel meer naar haar zin heeft. Ja. Dan de allermeest gestelde vraag. Is Noora dus kreupel? Nee. Officieel, ik heb geen dierenarts nog naar haar laten kijken, maar eigenlijk loopt ze niet meer kreupel, alleen een beetje stijf. De andere vraag is ze helemaal beter? Eigenlijk heb ik geen idee, want wij wisten pas wat ze had door een hele dure behandeling. En het is ook best wel heftig, omdat het ook met radioactieve dingen is. Ik denk
om te kunnen zien of zij dat nog steeds heeft, moeten wij weer zo'n behandeling doen. En één, het is duur en twee, het is best wel heftig voor een paard door de radioactieve stralingen. Ik denk dat we gewoon beter kunnen aankijken hoe het gaat en dat we gewoon heel goed, en vooral ik natuurlijk, moeten kijken wat Noora mij vertelt en wat ze mij laat zien. Dat ik echt op moet letten van, loopt ze nu kreupel of niet en heeft ze nu pijn of... Weet je wel, daar moet ik denk ik zelf gewoon echt op gaan letten. En ik weet dus niet of ze helemaal beter is. Want dan moeten we dus zo'n behandeling laten doen. En ja, in ieder geval, de andere vraag was... Kan je ooit nog op haar rijden? Nou, ik rijd dus nu heel af en toe op haar. En dan probeer ik het echt wel rustig te houden. Een dierenarts heeft mij niet verteld van... Oh, je kan nu weer rijden. Ik heb dat zelf een beetje ingeschat doordat zij nu niet meer kreupel loopt. En dat ik daarvan dus veronderstel... Dat zij geen pijn meer heeft. En ik krijg ook heel vaak de vraag van... Ja, ga je ooit weer met haar springen? Of ga je ooit weer met haar op wedstrijd? Nou, ik denk dat ik het gewoon echt ga aankijken. En dat totaal niet als doel ga zien. Mijn doel is gewoon dat Noora weer een beetje conditie krijgt. En vooral niet kreupel wordt. Dus dat ik mezelf ook echt moet aanhouden dat ik het heel rustig met haar aandoe. Want ik ben heel bang dat ze gewoon weer een terugval krijgt als ik... te hard met haar train bijvoorbeeld. Dan nog een vraag en dat is... waarom rij je zonder zadel? Nou, Noora had eerst een zadel. Toen ik haar kocht, kregen we gewoon haar zadel erbij. Die hebben we ook een keer laten controleren... en op laten vullen en dat soort dingen. Maar toen wij dus de osteopaat lieten komen... dus Noora was toen al kreupel... toen lieten wij de osteopaat komen... en die keek ook even naar het zadel... want hij zag dat Noora heel gevoelig was in haar rug. En toen zei hij, ja, met dit zadel mag je nooit meer rijden... want blijkbaar was het zadel niet goed gevuld en was hij ook helemaal scheef. Wat heel gek was, want we hadden echt nog wel een half jaar daarvoor iemand laten kijken naar het zadel. Dus wij schrokken daar heel erg van. Want ja, je wilt je paard natuurlijk niet pijn gaan doen en vooral niet met een zadel, een verkeerd zadel. Ik heb nu gewoon geen zadel voor Noora. En daarbij komen we bij de volgende vraag en dat is, ga je een zadel kopen? Eigenlijk heb ik daar wel al over nagedacht, maar durfde ik dat niet echt. Omdat ik, kijk, een zadel kopen is gewoon best wel een grote aanschaf. Een zadel kost gewoon veel, een goed zadel plus een goede aanmeting en dat soort dingen. Ik ben zo bang gewoon dat ze weer een terugval krijgt en dat ik dan daar zit met dat zadel. En op zich, het maakt niet zoveel uit, want meestal kan je een zadel best wel goed verkopen, maar... Ja, ik durfde die grote stap eigenlijk nog niet te maken. Want in mijn ogen is dat echt een hele grote stap. Ja, ik weet niet, dat voor mij meer een bevestiging is van... Ja, je kan weer op Noora rijden. Terwijl ik toen ze kreupel was, altijd dacht van... Ja, ik ga nooit meer op Noora rijden. En ja, dat is zo'n gek idee voor mij. Maar ik moet zeggen, voor zover het nu gaat, wil ik... er wel naar gaan kijken. Ik wil graag mensen opbellen. En volgende week komt ook iemand even met een zadeltje. Gewoon voor de lol even passen. Nou, om even samen te vatten. Ik blijf gewoon heel goed kijken hoe het gaat met Noora. En hoe zij reageert op dingen. En of zij gewoon goed blijft lopen. En ik ga ook denk ik wel vaak vragen aan mensen. Van, oh, denk je dat ze nu zo loopt? Of, hè, wat vind jij ervan? Mag ik jouw mening horen? Ja, laat zeker ook je reactie hieronder achter. Van de video's die ondertussen zijn langsgekomen. Wat jij ervan vindt. En sorry, dit is niet zo'n hele vrolijke video of zo. Maar dit is gewoon even een update video. En dit is voor mij ook best wel een serieus onderwerp. Omdat dit voor mij... best wel heftig was. Ik heb al eerder een video hierover opgenomen. Toen ik vertelde over Noora en wat er allemaal is misgegaan. En toen ja, werd ik gewoon emotioneel. Nu niet, maar het is gewoon een heel serieus onderwerp voor mij. Ik ga het gewoon rustig aandoen met Noora. Op mijn Instagram account Hoefwijzer laat ik jullie altijd weten hoe het gaat met Noora. Als het een keer minder gaat, laat ik het ook zeker weten. En stel jij ziet iemand onder in de reacties nog reageren. Oh, hoe gaat het met Noora? Kan je nu op haar rijden? Dan ja, kan je die persoon gewoon naar deze video sturen. En dan wordt alles uitgelegd. Oh, en stel je hebt nog een vraag. Laat het anders gewoon hieronder achter in de reacties. En dan probeer ik te reageren. In ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Doei doei!